Het is zo dubbel, deze plek, want als je nu ook kijkt hoeveel mensen hier zijn. Ja, gewoon een soort Giethoorn of de Efteling, weet je. Gewoon eens in de rij staan om zo'n barak binnen te gaan. En daar, je wil eigenlijk... Het verhaal verdient heel erg rust en... dat alles wat er gezegd wordt, dat het even op je in kan werken. Maar daar is niet zoveel tijd voor, want er staat alweer een andere gids achter je hetzelfde verhaal te vertellen. Dus dan ben je daar weer door afgeleid en je moet snel doorlopen, want we moeten door. We komen net uit de gaskamers. Ja, ik voelde het wel. Het ging echt een soort van nare rilling door mijn lijf heen. En ik had heel erg de behoefte om de muren aan te raken. Ja. Heel gek. Ik heb nog nooit zoiets op zo'n gekke plek gestaan, denk ik. Het is een gigantische muur en er stonden allemaal namen op en ik ging voor die muur staan. En ik zag gelijk Schravenhagen en dat is toch gek hoe je dat dan echt heel erg als een stuk van jezelf beschouwt. Iemand uit jouw stad en toen ging ik kijken en het bleek om een meisje van 8 te gaan. Dus die kwam hier toen ze 8 was en die is niet ouder geworden. Het is echt kinderschoentjes. Ik heb zelf 2 kinderen. Ik zag schoentjes liggen in hun maten. Dat gaat echt door merg en been.